En de districtscommissaris Mark Nerkus van Paramaribo Zuidwest heeft gisteren met de kinderen van de peuterschool de papagaaitjes wat afval opgeruimd. Nerkus geeft aan dat de leiding van de papagaaitjes de kleintjes heel vroeg bewust wil maken van het schoonhouden van ons milieu. Jong geleerd is oud gedaan. Dus als de peuters vroeg leren dat ze hun omgeving schoon moeten houden, zijn deze burgers voor de toekomst al klaargestoomd om het goede voorbeeld te geven, gaf deze Nerke staan. Dus uh, wat hebben we gedaan? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben heel vroeg in de ochtend hebben, we een, paar, hebben ze een paar flessen uh, gegooid, een paar plastic flessen, en dan komen de kinderen dan uh, gewoon in uh, alles bij elkaar in, hoop, op, uh, in hoopjes haken, en dan gaan ze het daar weer opruimen. Het Is gewoon een stukje uh, een voorbeeld voor de kinderen. Dus en je dat je aan je omgeving schoon moet houden. Welke regels heeft u ze door kunnen geven ten behoeve uh, wat betreft de hygiëne? Uh, wat dat betreft heeft de school heel veel al gedaan. Ook de nummers van de brandweer, de Milieupolitie, de politie, als er iemand vuil op straat groeit, waar ze moeten bellen, wie ze moeten contacten, wat ze moeten doorgeven. Dus dat is allemaal voor de school gegaan en een complimentje daar aan de school ook dat zij ook een, het volledige voorwerk hebben gedaan en ervoor zorgen dat we over 20 jaar Surinamers hebben die zich, uh, laten we zeggen, korter dan 20 jaar, want nu groeien op. En dan heb je dan de hoop ook dat, het, dat het zich verspreidt naar nou, ook andere scholen die dat ook meenemen. Doeg? En dat we dan over een extra over over aantal jaren Surinamers hebben die geen uh, vuil meer uit de auto gooien. En geen vuil meer op straat gooien en geen dingen meer verbranden om het milieu te vervuilen. Want al deze petfles als je zo blijven dan komen ze in de reolering. De reolering, ze raken verstopt, er kan geen water weg als het regent. En overal loopt onder water iedereen klaar. Op de vraag als de D.C. met de huidige generatie geen overeenstemming kan bereiken met betrekking tot het schoonhouden van ons milieu, antwoordde Nerkus als volgt. Ja, het kan, maar het is veel werk. Men zegt altijd, het is mooi jongen, je kan draaien, het is mooi, maar het is mooi te en aangezien we nog een kort disma dan moeten we dan beginnen met de jeugd een beetje op te voeden. Die gaan ervoor zorgen dat, zo'n mama en papa in die auto zitten en ze wat naar buiten gooien, hebben ze een probleem. Want dan begint het kind te klagen in die auto. Dus dan gaan ze ervoor zorgen dat ze langzamer gaan zitten. Dan de kinderen ook ervoor zorgen dat die ouders een zakje in de auto hebben. Als je vuil zet je vuilnis in de zak. En als je thuis bent gekomen, dan neem je hem in de vuilniszak bij jou. Zelfs dus als je hem daarna op straat, dan kan de vuilniswagen dus hem meenemen. Alus districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Zuidwest. Onze nieuwsdienst sprak hem na de opruimingsactiviteiten gisteren, die hij samen met de peuters van de papagaijtjes heeft uitgevoerd en wel aan de waterkant.